يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس بس هو بس كنا جبا. بس هو شو اللي كنا زيسا ما بين الطقر بالشفاء. بسنا بين الكافيه بعد ما قلت الإفطار ورفي السيرة برود العالي. Gaan we in Shabbat onze tweede week in. Dat betekent dat we geld bij moeten neerleggen voor de video, inshallah. Alhamdulillah, dankzij jullie video, dankzij de mensen die helaas niet kunnen vasten, maar toch een video moeten betalen, kunnen hier toch wel 100 à 130 mensen dagelijks hun vasten verbreken. Dus eigenlijk, ik zou hier even geld aan het tellen. Jullie geld, dit is jullie geld. Dus dat zou ik nu ook berekenen, of wat is hier? 2000. Moet hier nog 1000 zijn? Dan gaan we niet buiten. Nou, heb je geld? Ja, ik heb niet geld. Dat je me straks gaat bellen, ga je zeggen: ik kom geld ervoor. Maar Gert, ik vind het belangrijk om dit te laten zien. Want het is toch jullie amana. En zodat jullie ook kunnen zien waar jullie amana naartoe gaat. En zodat broeder Ali straks een boodschapper kan doen om de iftar maaltijd hier voor te zetten. Zoals jullie weten, zijn vanaf het begin, vanaf Ramadan zijn we al begonnen. En nu zitten we op de helft. Dus het gaat de goede kant op. Gaat deze goede kant op eigenlijk? Ja, het gaat goed. Het wordt alleen maar drukker en drukker. We zijn super blij dat jullie ons helpen. De mensen komen, de mensen eten. Subhanallah, er wordt ook echt gezegd dat niemand zoiets doet in deze buurt. Ze zijn er echt super blij mee en we hopen echt dat Allah deze daad van ons accepteert. Amen, ons allemaal. Ik wil ook echt zeggen dat degenen die hier staan, ik zie echt wat er gebeurt. Je moet echt sabber hebben om deze mensen te voeden. Met alle respect, je moet echt sabber hebben. Want, de een die geeft het geld, maar de ander die serveert het eten. Dus het is echt zwaar werk. Maar ja, kijk, als je iets hebt, dan doe wat je geduld hebt. Dat zeg ik altijd. Als je iets op de andere spannen wat je wil doen, moet je heel veel geduld hebben met sommige mensen op aanbod. Maar het gaat om de intentie en dat gaat om de daad. Zoals de professor Nusselijk heeft gezegd ook, als je een arme voet of een vastende voet, krijg je die beloning. Wij moeten grijpen naar die beloning. Klaar, want dat is wat mensen doen, moeten ze zelf weten. Klopt het? Ja. Oké, dat is allemaal. We gaan afsluiten, we gaan weer verder. Jij gaat inkomen doen. Ja. En we gaan inshallah weer jullie bellen, Tom, inshallah. Hoe het er in de avond naartoe gaat hier. Dus dank u wel, Heer. We gaan als we het aanleg van ons allemaal accepteren. En ons allemaal lijken te beloven. Amin, ja, bedankt. Zal ik. Zet ze zo aan het einde. Niet in het midden.